Hi guys, ik ben, we zijn er weer en ik ga nu de slice verpakken. Het is de choco met zijn vulling is vanille ice cream slagroom. Dus vanille ice cream en vanille slagroom gemixt en dat is super lekker. Oké, ik ga maar aan. Is een heel veel luchtige cake, mensen. Kijk maar. Ik heb een tutorial gemaakt van een make-up. Ik heb meerdere vragen geantwoord, maar ik heb het nog niet geüpload, mensen. Dus het gaat nog een tijdje duren dat ik deze video ga posten. Dus ik heb een make-over gedaan. Ik heb lang mijn make-up niet gebruikt. Dus eenmaal er werd gevraagd van, je zet geen make-up mee. Ik zeg van ja, ik zet wel, maar gelegenheden. En vandaag heb ik gewoon zin om ja, een tutorial te doen van make-up. Is niet echt dat het is gewoon natural voor mij, hoor, mensen. Het is geen glam of... Ik ga hem zo decoreren met chocoflakjes, chocola en met cacaopoeder op de kaart. Ik heb alvast hier de cacaopoeder, die ga ik erop strooien. Voor de texture. Cacao syrup, choco syrup. Zo meteen de chocoflakjes en wat versiering. En zo meteen de chocolaatjes. Ja, wat muntjes chocolaatjes voor de decoratie. Kijk maar. Zit je lekker erop. Zo, een lekker chocolaatje erop. En daarna wat sprinkles. Sprinkles. Alles wat er hier op taart is. Prima. Oké. En dan gaan we ze verpakken. Heerlijk lekker ice cream taart. Don't forget to like and subscribe. T
to my channel and give it a thumbs up. Hi guys, welcome in my new video. My name is Amanda and I do vandaag a mukbang van eten van Lillian. Vandaag heb ik besteld rijst met. Nou, net even kijken wat het is. Vandaag ga ik eerder eten. Dus. Ja, vandaag heb ik besteld sambal. Sambal usos. En sambal iwakpe. En voor mij, ik heb vandaag antroa gekookt. Met iwakmalang. Met warme vis. Die is ook een van mijn favorieten. Ik ga eerst proeven die sambal usos. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Kom maar. Een beetje pittig, maar is echt lekker. En nu de sambal iwakpe. Ik weet niet hoe ze het noemen in het Nederland. Zo heb ik het geleerd. Gekend iwakpe. Ik wou geen groente, mensen. Eigenlijk is het sambal usos ketedama met amsoi, maar ik wil geen amsoi. Ik ben geen groente fan. Namen. Antroa. Antroa met warme vis. Ik kan echt antroa kopen, mensen. Geloof me. Niet bitter. Als al die pitjes kook ik. Heerlijk. Het mensen,
als Jillian weer een Osonyang heeft van de week, zal ik het weer share. Wees op tijd om te bestellen. Tot zo en ga even rustig eten.